Het gebeurde afgelopen week weer in Vlaardingen. En in Amsterdam vorige maand zelfs 4 keer op 1 dag. Ja, ik vind het wel erg. Ik ben er wel geschrokken, ja. Het is wel zielig voor de mensen die daar wonen. De meeste explosies zijn bij huizen in of rond Rotterdam en Amsterdam. Vaak is het om degene die er woont te bedreigen en bang te maken. Bijvoorbeeld criminelen. Maar het gebeurt ook steeds vaker als mensen ruzie hebben. Ja, het is best wel erg, want er zijn ook onschuldige mensen die daar wonen. En het is ook erg voor hun. Ja, ik ben daar denk ik wel bang voor, want je weet ook niet wanneer het gebeurt. Je weet niet, ja, het kan gewoon gebeuren in je slaap. Tot nu toe waren er dit jaar in heel Nederland zo'n 250 ontploffingen. Ongeveer 20 per week. Vorig jaar waren het er gemiddeld 17 per week. Dat was toen ook al veel meer dan het jaar daarvoor. Je kunt dus wel zeggen dat het probleem steeds erger wordt. En de daders zijn vaak ook erg jong. Kinderen soms zelfs nog, zegt deze burgemeester. Jonge jongens kunnen heel makkelijk een advertentie uit de social media halen en daarop hun opdracht uitvoeren. En we zien dat met de huidige regels en techniek politie en justitie daar niet bij komen. Regelmatig pakt de politie jongeren en kinderen op vanwege de explosies. Gisteren nog een jongen van 13. De politie en burgemeesters willen nog strenger gaan opletten met meer camera's bijvoorbeeld. Ze hopen dat het probleem zo iets minder erg wordt.